Flipper Fransje. Ja, je zegt nooit alleen Flipper, je zegt nooit alleen Fransje. Ze zegt het eigenlijk allebei. Waarom een Flipper was, was Tante Fransje. Ik geloof niet dat ik om een flip ooit een keer alleen getroffen heb ergens. Twee handen op één buik, altijd samen. Het eerste woord is joviaal, levens genieten. Hij was een keiharde werker. Flip en Fransje, mijn opa en oma, super actief allebei. Ik zou echt niet zeggen dat ze 80 en 74 waren. Mijn opa die deed nog motorrijden, nog golven, hij had zijn kookclub nog. En oma die deed thuis elke week voor ons koken. Mijn opa was spullenpolitie en vervolgens vier van zijn zoons, dus als pap, oma Joop, oma Simon, oma Flip. En ik ben het enige kleinkind waarbij de politie is gekomen. Dus ik kon eigenlijk niet anders. Ik moest wel. Dat is de mooiste anekdote. Het was tweede Pinksterdag of tweede Paasdag, ik weet het niet meer. We stonden onder het strijpsbultje voor een klus. En toen moest hij denken aan zijn vader, want die regelde ook veel verkeer bij Philips in zijn tijd. En toen zegt hij, oh, ik heb toch ooit een draai om mijn oren gehad van die oude, zei hij, wat zo noemde hij hem. Hij zegt, ik kwam thuis met mijn eerste salaris in zo'n bruin zakje. En ik zei tegen zijn papa, dus mam, van, hey, kijk eens, ik krijg ook nog 25 cent of 50 cent fietsengeld. En die moeder keek die ouwe aan, want die ouwe had die 25 cent er altijd uitgehaald om even langs de koe te gaan. En bats, er had Flip erin te pakken. Dus dat is een verhaal dat ik eigenlijk altijd nog herinner als ik aan Flip denk. Dat past ook gewoon helemaal bij hem, bij die familie, dus dat vond ik wel heel leuk. Ja, de tijd dat de Flip nog bij de recherche zat, kreeg hij echt dagelijks niet tientallen, maar misschien wel 100 telefoontjes. En op een dag was Fransje het zo beu. Die heeft alles uit de muur getrokken en de telefoon op de stenen vloer die hun hadden in 1000 stukken laten vallen. Zoals het helemaal spuug zat. Dus Fransje was aanwezig. Ik ben in 2001 begonnen bij de politie. En toen was oma Flip net met pensioen. En ik ben eerst twee keer afgekeurd voordat ik bij de politie mocht komen. En toen is er altijd oma Flip gezegd van ik moet er eerst uit, dan mag jij erin. En inderdaad, toen oma Flip met pensioen ging, denk ik dat ik een half jaar later ben aangenomen. Dus toen was er weer plaats voor een extra raap, zeg maar. Flip die bracht me vaak naar het ziekenhuis toe. Ja, gewoon personal taxichauffeur. Toen ik mijn nierziekte kreeg en ik moest weer aan de dialyse, om mijn bloed te laten spoelen 3 keer in de week, kon ik dus niet meer op verre vakanties, zeg maar. Dus toen hebben opa en oma gezegd, we kopen een caravan en die zetten we in Zeeland neer. Zodat jij gewoon op vakantie kan gaan, wanneer je wil. En gewoon kan blijven dialyseren. Als je nog iets zou mogen zeggen tegen ze, wat zou je willen zeggen? Tja, met wie moet ik nou gaan golven? Nee, geintje. Ik ga ze missen. Echt waar. Nou, ik zou wel willen zeggen hè, dat ze allebei echt wel iets na hebben gelaten. Dus dat vind ik nog wel het mooie. En dat blijkt nu ook, dat vind ik ook echt terecht. Ze laten iets na. En dat zijn warme herinneringen, denk ik, voor hun families en zo. Maar ook gewoon betekenisvol voor de politie. Ik hoop dat ze boven net zo gelukkig gaan worden als dat ze hier zijn geweest. Jullie hebben geleefd. Jullie hebben alles uit het leven gehaald wat erin zat. Daar hebben jullie voor gezorgd. Er zijn ook gesprekken over geweest die ik met hun heb gehad. Leef vandaag, want morgen ben er niet meer. Het is ook zo gebeurd. Morgen, hun wisten niet dat ze er een seconde later niet meer zouden zijn. Maar dat kan ons ook overkomen. Dat is het bizarre ervan. Leef nu. En dat hebben ze gedaan. En daar ben ik trots op. Dat hebben ze heel goed gedaan. Daar heb ik ook van geleerd zelfs.